Op 31 januari volgend jaar gaan we samen, Ilse en ik, de Dag van de Zingeving organiseren. Deze keer op de VU in Amsterdam. En Ilse, jij hebt dit dingetje meegebracht. Een bar of zo, een gezond dingetje of zo. Waarom heb je dat gekocht eigenlijk? Of waarom heb je dat meegebracht? Nou, ik vond dit in mijn kast. Just Good. En ik heb deze reepjes gekocht. En ik vond het zo'n interessant voorbeeld van... purpose meets business. Oh, ja. In het klein. Hoe ging dat nou bij mij? Ik zie dit liggen in het schap en ik zie daar staan Just Good. En het eerste wat ik doe is omdraaien om te kijken wat zit er dan eigenlijk in. Kleine lettertjes. Kleine lettertjes lezen. Ja. Nou, dan zie ik inderdaad dat er geen suiker in zit, dat er geen kunstmatige dingen in zitten. En dan denk ik, ja qua en dan, inhoud... Dan denk je gezond. Ja, voor mij wel. Voor jou wel. Ja, en je hebt het gekocht. Ja. En heeft dit ook een rol gespeeld? Want hier staat erop, weggooien is zonde, dus er is korting op. En koop het maar, want anders gooien we het weg. Dit is ook alweer een ecologisch motief. Ja. Heeft je dat ook overtuigd om het te kopen dan? Ja en nee. Nee. Ja, omdat het levert nog wel 35% korting op. Ik ging het toch al kopen en ik dacht, hey, dat is mooi meegenomen. En dan gaat bij mij wel een belletje rinkelen. Nou, beste grootgrutter, waarvan ik de naam niet noem. Ik wil als consument best dit kopen. Maar ga je dan zelf ook iets doen aan dat dingen weggooien zonde is? Dus dat zou ik dan wel heel graag willen van deze supermarktgigant. Ja. Daar ben ik dan heel erg keen op. Hier staat er nu op, Just Good. Stel je daar dan vragen bij? Ben je dan kritisch over? Of wat? Ja, deels wel. Het is ook niet dat ik de hele existentiële vraag alleen maar op het reepje plak, maar het valt mij wel op dat dit soort teksten nu veel meer op producten staan. Ja. Meer dan, oh wat is dit toch lekker. Ja, gezond, ja. Wellness. Precies, ja. Gezond, de verpakking is zonder suiker, maar dan is er wel chemische suiker in of zo. Ja. Ja. En wat ik dus merk is dat dit innerlijke proces wat zich in mij voltrekt, namelijk hey, wat koop ik? En welke prikkels laat ik toe en wat niet. Dat steeds ook gaat over, is het voor mij geloofwaardig? Voelt het kloppend bij mijn waardesysteem? Ja. En waar heb ik het gevoel van, nou hier vertrouw ik het niet. Of hier past het echt niet bij mij. En precies dit systeem vind ik heel belangrijk om te onderzoeken. Als individu, maar ook als organisatie. Namelijk dat je steeds nagaat, wat wij doen of wat wij zeggen... Klopt dat wel met waar ik echt in geloof? Waar ik echt voor sta? Waar ik mijn hart ook in kan voelen? Of zeg ik het alleen maar omdat ik wil dat mensen dit gaan kopen? Ja, ja. Hoe authentiek is purpose? Of is het window dressing? Ja. En ik geloof heel erg, en dat hoor ik ook van veel mensen die ik in workshops heb gehad de laatste tijd, dat als we onecht zijn, dat we er steeds sneller met het bewustzijn wat we steeds meer krijgen doorheen gaan prikken. Ja. Maar hoe prik je dat? Hè? Want het zijn gewoon woorden op een doosje. Ja. Ja. En dit is nou precies waar ik het graag over wil hebben tijdens mijn bijdrage. Tijdens de Dag van de Zingeving. Over die congruentie. Wat zijn daar voorbeelden van? Hoe ervaar je dat zelf? En hebben we ook het lef met elkaar om op het moment dat we niet congruent zijn, dat ook te uiten? Als consument, maar ook als medewerker in een organisatie die dat produceert. Hè? In elke rol. In elke rol, ja. Oké. Tot de dag in januari.